In het begin van de jaren 80 wordt in Nederland vooral de kunstzinnige film financieel ondersteund. Filmers die op een Amerikaanse manier een groot publiek willen aanspreken, hebben het heel moeilijk. Het beperkte Nederlandse filmklimaat biedt Dick Maas nauwelijks de ruimte om als een Hollywood-regisseur zijn eerste film te maken. Daarvoor moet hij heel inventief te werk gaan. Ik heb de lift maar genomen. Heel goed. Dat je dat durft. Kijk, er was geen stuntman op de set. Dus alles hebben we zelf gedaan. Het enige ingewikkelde wat we hadden was het hoofd van Gerard Tholen. Wat we moesten afgieten. Dus dat was eigenlijk het enige waarvoor we een professional moesten inhuren. Die een afgietsel van het hoofd van Gerard Tholen maakte voor die onthoofding die erin zit. Maar we hadden ook maar één hoofd vanwege het budget. Dus dat ging 3 keer mis. En ja, toen zag het hoofd eigenlijk... Eigenlijk niet meer uit. Heb je dat weggestopt voor je kind? Nou, nee. Ik weet het is toch een beetje eng. Dan kan het nog boven. Ja, dan moet ik hier dus naar boven. Ja. Dat is de vliering, het hoogste puntje zo'n beetje. Oh, nou. Heb je het? Jeroen, kun je dit... Gadverdamme, zit het hierin? Daar zit het hier. Ah. Oh. Gerard zit een beetje vast. Ach, god. Dit is hem. Dan. Dit is Gerard. Dit is... Maar daar was dus wel geld voor om dat te maken. Ja, daar ging het meeste geld. Het grootste deel van het budget ging in het hoofd zitten waarschijnlijk. Je salaris. Ja, precies. Nou, god. Zullen we weer. Ja. Gerard. Wat Gerard. Kijk, dat is wel mooi. Dat vind ik wel mooi, ja. Kees! We hadden geloof ik 30 dagen, maar voor zo'n film was het behoorlijk arbeidsintensief. En daardoor werd het ook al dagen van 12 tot 16 uur meestal. En toen kwam het wel tot spanningen dat de lichtcrew wegging. En toen hebben we het zonder licht, zijn we toch nog door gaan draaien. De catering bestond uit een kop soep en een boterham. En Matthijs had geloof ik het liefst dat je dat van huis meebracht. En Dick die stond op een trappetje, op een keukentrap, boven een liftschacht. En stond hij met zijn touwtje te zwaaien om de nek van Hans. Intussen liep er een camera. Lullig, hij kent geen tijd. En toen zag ik het terug in de bioscoop met mensen erbij. Nou, die vlogen werkelijk een meter uit de stoel. En toen dacht ik, Jezus, wat goed. Ergens halverwege de draai kreeg ik telefoon. Het was laat, het was 's avonds laat was het. Dick. Ik ben ontslagen. Ja, telefonisch dan, weet je wel. Van je ik ben ontslagen, ja. En ja, nou ja, zo ging dat. Maar ja, wat zeg je dan? Nou, goed, dan heb je geen film. Nee, ik zei van, nou, ja, ik weet niet eens. Ik heb geloof ik opgehangen en ik ben weer doorgegaan, want ik zat midden in de opnames. Ik zou je vertellen, als het in het Nederlandse bedrijfsleven zo toeging als een Nederlandse film, was dit land al 100.000 keer failliet geweest. Stond er geen steen meer op de andere. Het stuntwerk voor Starship Troopers werd verzorgd door nog een Nederlander, Dickie Beer. Inmiddels is hij stuntcoördinator van onder andere de Terminator-films en James Bond. Dag Dickie. Hallo Jeroen. Dat is lang geleden, man. Op een berg in Zwitserland. Ah, hou op alsjeblieft. Toen je van de berg aan viel, toen je mij deed. Ah! Als ik naar Nederland, aan Nederland terugdenk, dan is het van de keren dat ik een script te lezen kreeg. Dan las ik een script waarvan ik dacht, nou, daar moeten ze dan toch wel zeker een miljoentje of 6 voor hebben. En dan hebben we het nog over weinig geld natuurlijk in vergelijking met hier. Maar daar moeten ze 6 miljoen voor hebben. En dan ga je naar de producent en de regisseur en dan ga je rond de tafel zitten en dan blijkt dat ze de helft hebben. En is dat veilig? Ja. Amsterdam van Dick Maas maakte met de zuinige Nederlandse instelling korte metten. Attentie en
Camera's. Camera's. Smash that tank. Ik wilde, en Laurens waarschijnlijk ook, we wilden van dat kneuterige af. Mijn voorbeelden waren ook Amerikaanse films. Ik bedoel, dat waren niet de kleine Nederlandse films. Dan is het logisch dat je ook op die manier denkt, van hoe doen ze dat daar? We moesten gewoon groter denken. De eerste vlodder, net als Amsterdam daarna, waren beide hele leuke films om te maken. Dus in die zin waren dat wel gouden jaren, want het plezier straalde er aan alle kanten vanaf, ook in het doen. Op het moment dat ik dat ding raak, is als het ware het hele gevaar is ongeveer zo'n stuk lager in het water. Wat er bijzonder aan is, is dat First Floor Features, Dick Maas en Laurens Scheels, de eerste waren die zeiden van, wij willen, of Dick Maas zei, ik wil een actiescène, een goede actiescène in mijn achtervolgingsscène in mijn film. En daar moeten we goede mensen voor hebben en daar moeten we veel geld voor uitgeven. Dus een veel groter dan normaal gebruikelijk in Nederland budget ging naar die actiescène toe. En wat betekende dat ik het op de goede manier kon doen. Dat is natuurlijk een enorme logistieke operatie waar bijvoorbeeld de grachtengordel soms voor de helft van zijn omvang en dan soms twee grachten tegelijk dicht lag. Ze gaven mij geld, ze gaven me 5 boten of 6 boten had ik, terwijl we er maar 2 echt in gebruik hadden. Ik had nieuwe motorfietsen, ik had nieuwe auto's, ik had nieuwe boten met spiksplinternieuwe motoren. We wisten dat het niet stuk kon gaan. En ik had ook op die film een stuntcrew van volgens mij 45 man, ongeveer in zijn totaliteit, uit Engeland. Alsof Hollywood naar Nederland was gekomen. Ja, dat was ook de wijze film waarop ze het aanpakten, ja, hè? Precies. Met z'n tweeën. Ja, dat was op die film was dat voor Nederland totaal nieuw. Dat was nog nooit voorgekomen. De meest commerciële films van Nederland zijn pure arthouse films in Amerika. Dus als je Turks Fruit kijkt, of Soldaat van Oranje, of de Amsterdam, of Regenwulpen, dat zijn allemaal artfilms, terwijl het hier grote successen waren. Maar daar wordt het absoluut niet gezien als commerciële films. Nou, Monsters Ball. Deze film werd mij aangeboden, volgens mij, toen had ik nog niet eens de Oscar, toen had ik de nominatie. En dan moet ik zeggen, van alle films die mij aangeboden zijn, heb ik van deze film het meeste spijt. Hoe vaak heb je geweigerd tot nu toe? Ja, misschien 100 keer. Meen je dat? Ja. Als je zoveel afwijst, zit je daar dan wel op de goede plek in Hollywood? Dat is echt een hele goede vraag. Waarom doen mensen het zichzelf aan? Wat voor mij het aantrekkelijkste aan Hollywood is, dat hoe groot of hoe klein die film ook is, dat als je hem een beetje redelijk maakt, de hele wereld die film automatisch krijgt te zien. Als Hollywood eenmaal achter een film staat, dan geven ze je ook heel veel. Ze helpen je om die film te kunnen maken. Terwijl ik denk dat in Nederland het wel zo is dat je vanaf het moment dat je die producent een hand gegeven hebt, dat je dan ook vaak een beetje tegengewerkt wordt. Ik moet zeggen dat bij karakter gedroeg Laurens Scheels, de producent, zich wel een beetje als de uitzondering op die regel, hoor. Ik wilde graag een scène dat Kat de Deuve op een gegeven moment aankomt met de trein. En daarvoor moesten we het hele station van Antwerpen uitlichten en er moest een complete trein komen. En dat was geloof ik voor
één scène van 12 seconden en nog een andere scène van 16 seconden. Nou, ik weet zeker dat 19 van de 20 Nederlandse filmproducenten hadden gezegd van dat gaat niet door. Laurens ziet dan toch wel dat je die production value nodig hebt. We waren volgens mij allemaal een voorstander om het professionele een beetje op een studio-achtige manier aan te pakken. Sterker nog, Vlodder hebben een aantal huizen gebouwd. En het eerste wat we ook deden was een ruimte zoeken waar we die we als studio konden inrichten. En waar we decors konden bouwen. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in het bouwen van die hele studio in Almere. Dus eigenlijk in eerste instantie bouwden we hem voor onszelf. Maar natuurlijk ook voor anderen die er gebruik van wilden maken. Wijken bouwen, huizen op locaties neerzetten, dat was niet echt eerder gedaan in Nederland. Uiteindelijk zelfs in 1997 bij Karakter, die complete interieurs van die daar in de film te zien zijn van het advocatenkantoor, daar heb ik altijd ademloos, elke keer als zoiets gebeurde, naar staan te kijken dat we dat konden doen. Ons waren films zoals inderdaad Abel, De Noordelingen, een absolute Nederlandse klassieker zoals Vlodder. Tot en met Karakter, dat was er gewoon, die waren er nooit van gekomen. Die kun je alleen maar met die mentaliteit maken. Je bent zo trots als een aap dat het van de grond gekomen is. En hebben daar ook een groot aantal jaren met heel veel plezier en met die faciliteit films opgenomen. Action. We are very happy to be here. And the rest of the family sings so too. Dat het met een soort panache, met een soort allure werd gemaakt. Van wie doet ons wat en wat, dat kan niet in Nederland. Dat zullen we dan nog wel eens zien. Dat was er natuurlijk heel erg goed aan. Dat was er heel erg goed aan. Het lef, de durf. Je kreeg een zekere mate van overmoedigheid. Je dacht van, wat wij doen, dat kan niet missen. De Amerikanen bezochten vandaag een studio in Almere, waar het decor van de film Vlodder staat. Een compleet nagebouwde straat. The quality of the people are terrific. And the quality of the facilities and obviously the work that they do, especially for the amount of money that is spent. Is very impressive. Je zag dat die Amerikanen gingen in Engeland draaien, gingen in Europa draaien. Dus we dachten, we zitten goed. Ja. Want het is een goedkoop land. We gaan hier, hebben hier een goede studio. De Amerikanen kunnen hier komen draaien als ze willen. Buitenlandse films. Nou ja, dat was natuurlijk een beetje megalomaan gedacht. Al die verwachtingen die wij hadden, dat ook andere filmmakers en productiehuizen allemaal van dat soort faciliteiten gebruik zouden maken, die kwam helemaal niet uit. Merendeel van de tijd stond het ding natuurlijk leeg. Er bleek helemaal niet zoveel interesse van anderen om daar te draaien. Ik vond het al meteen een bespottelijk idee. Dus dan zal het wel om het ego en de lange teen en het. Dus het zijn Noord-Koreaanse taferelen. Dat begrijp je. Kim Jong-il in de polder. Je komt in een survival mode. Je wil dat mooie ding waar je zo hard aan gewerkt hebt, waar je zoveel energie in gestoken hebt, dat wil je niet kwijt. Dus je focus begint zich een beetje van waar je het oorspronkelijk voor deed af te wenden. Er ontstaat meer een gevoel van het lijf moet verder. Alex van Warmerdam weggerend. Dan staarten ze weer Mark Velpel aan de cameraman. Iedereen uiteindelijk. Omdat je gewoon rook dat er van alles niet klopte. Dat het dus een gieterij moet worden. Hè? Hier is het zwembad geweest
van ooit de film Vlodder. En dan gaan wij dichtmaken. En er komt hier 3 kraanbanen. Dwars overheen en hier een hele grote. Helemaal over de hele lengte van de hal. En dan gaan we hier de ovens maken. Waar we het ijzer gaan smelten. En dan kunnen we nog even naar de rest gaan kijken. Ik heb tot de toiletten heb ik zitten ontwerpen daar en met tekeningen. En dat alles moest precies aan eisen voldoen. En die heb ik voor een groot deel ook bedacht. En dan is het toch een soort kind van je wat daar staat en wat nu aan het verloederen is. Dat vind ik natuurlijk puur zonde, want ik had natuurlijk liever gezien dat dat een bruisend plek zou zijn voor alle filmers van Nederland. Want het is op zich was het naar mijn idee een perfecte studio. En dat vind ik eigenlijk nog het meest jammere eraan. Het doet pijn. Ja, dat doet pijn, ja. Ja. Ik ben alles kwijt, ja. Meen je dat? Ja. Ja. Ik heb geen... alle films die worden nog regelmatig uitgezonden op televisie, op internet en alles. Maar ik hou daar niks aan over. Nee. Wat ben je verloren? Een droom? Ik heb een kans gemist om naar Amerika te gaan. Dus ik denk, ik ben hier te lang blijven hangen, omdat ik dacht, het komt hier wel goed. En het is hier eigenlijk niet goed gekomen, vind ik.